Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen op het internet die mijn YouTube vlog of kanaal gevonden hebben. Naast mij staat een Mercedes EQS 580. Een volledig elektrische Mercedes in een bizar blauwe, lila, paarse kleur. Met daarin een interieur van beige, oude roze en zwart. Een hele fraaie, maar dat is persoonlijk, dat is ieder zijn smaak, maar een hele fraaie combinatie vind ik zelf. Prachtig met de LED-verlichting die er doorheen sluist. En uiteraard het mega grote display waarin de teller unit zit, middenconsole en een apart gedeelte voor de bijrijder. Wat een lel van een auto. Hij is bizar groot, bijna 3000 kilo, 2800 kilo weegt hij. En hij mag de komende dagen, ga ik ermee bezighouden met het plaatsen van IGL Coatings Quartz Plus. En dat is een keramische coating met een duurzaamheid van gemiddeld vanaf 48 maanden. Er is al zoveel over geschreven en over gezegd over keramische coating. Wat voor mij alleen rest is de buitenkant aanpakken. De binnenkant hoeft niet, want er staat maar 266 kilometer op. Hij komt echt praktisch net van de dealer af. Dus wat ga ik doen vandaag? Ik heb hem al gewassen. Zoals je ziet, hij is nat. Ik ga de wagen droog maken en dan ga ik hem één stap polijsten, zodat ik hem morgenochtend kan ontvetten en in de coating kan zetten. En daarnaast gaan de ruiten nog in de coating. En de velgen spray ik in met een wielprotector. Een spraywax die 6 tot 8 weken blijft zitten. Sowieso één stap polijsten. Ondanks dat die splinternieuw van de dealer vandaan komt. Vaak weet je niet hoe lang een wagen op transport is geweest in de buitenlucht. Buiten op het terrein heeft gestaan. En vaak wordt hij bij de dealer even gewassen en in de wax gezet. En that's it. Maar er zal inderdaad misschien hier en daar nog wat krasjes tegenkomen. Ik heb ze tot nu toe nog niet gezien. Dus het is wel een hele fraaie, nette aflevering. En dat gebeurt niet vaak. Bijzondere auto. Wat zit eronder? Wat voor sloffen zitten eronder? 22 inch, denk ik. Even kijken. Het zou me niet verbazen als het 22 inch is. Nou hier, ja, 22 inch. 2,75, 40, 22 inch. De wagen is zodanig groot en zodanig breed, is dat ik de achterklep, als ik hem netjes over mijn brug zet, de achterklep bijna niet eens open kan doen. Dus zo ver steekt hij uit. Wielbasis is denk ik 3 meter. Dat zou me niet verbazen. En hij is zodanig breed dat hij me net met de brede sloffen, net nog op de randen van de oprijplaatjes staat. Dus het is echt een lul van een auto. Luchtgeveerd uiteraard. Het is deinen over de weg. Alles super deluxe. Het is natuurlijk een S-klasse in EQ-vorm. Ja, hele fraaie auto. Maar goed, genoeg gezegd hebbende. Ik ga de wagen droog maken en dan ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken voor eenstapspolijst. Daar ben ik de komende uren wel mee zoet. Ook met het droogmaken, want hij moet echt droog zijn voordat ik morgen de coating kan plaatsen. En dan rest mij de laatste dag, de laatste puntjes op de hiet te zetten. Vind je het interessant om de vlog erbij te vervolgen? Al zal die niet zo spannend zijn als andere vlogs, met name met lakschade, want dat is bijna niet aanwezig. Maak ik er toch een kleine korte vlog van om te laten zien wat de wagen is, hoe die eruit ziet, de kleur. En ik hoop dat het op beeld goed te zien is. Want daar loop ik al vaak tegenaan, dat op het moment dat ik filmpjes gemaakt heb en dan zie je in het echt zie je contrast en kleur heel anders als dat beeld ze daadwerkelijk laat zien op social media. Dus dat is een vrij lastig concept wat dat betreft. Maar goed, ik ga lekker aan de slag. Ik ga de wagen droog maken en ik zou zeggen stay tuned. Right there.
Wat vergeet ik eigenlijk nog te vertellen? Ik ben met 1,83 op een krukje. Op een krukje kan ik kom nauwelijks tot de helft van de auto. Zo groot en zo breed is die. Daarnaast, en dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen, is de achteras die stuurt mee op 10 graden. Dus hij heeft een relatief hele korte draaicirkel. En dat is wel op zich wel een heel apart gezicht om te zien dat de achterwielen meesturen met de wagen. Nu de wagen helemaal droog gemaakt is, gaan we beginnen aan de eerste en enige stap op de polijst. Een finisher om oude waxresten eraf te halen. Want hier zitten namelijk geen siliconen in deze polijstpasta. Dus die maakt echt de lak schoon. Het laatste stapje wat je normaal gesproken met polijst altijd gebruikt. En dan is morgen een kwestie van de laatste restantjes ontvetten. En dan heb ik een schrale lak om de coating te plaatsen voor de meest optimale hechting. Plus het feit wat het voordeel is van die laatste stap polijst maken, er zitten hier en daar nog wat opgedroogde kalkspettertjes op van regen en leidingwater. En omdat het vrij vers is, kun je die met de laatste finish kun je er heel makkelijk vanaf polijsten. Wat een fraaie kleur dit. Goed, dat gedeelte nog, het rest van de motorkap afmaken en dan gaan we rondom. Dit is ook glaswerk en nog twee paneeltjes op het dak die nog gedaan worden. De A-stijl in plaats van dakstijl en zo rondom. Maar goed, dat zie je in het vervolg van de vlog. Een hele aparte gewaarwording van de auto qua onderdeel is dit klepje. Hierop drukt gaat er een klepje open met het vulmechanisme voor de ruitenwisselvloeistof. Hier zit een heel klein bakje in met een gaatje en die loopt naar binnen toe, naar het reservoir. Hier gaat ruitenwisselvloeistof in. Je zou in eerste instantie verwachten van hey, de stekker voor elektrisch laden op een huisnet 220, hè, met gewoon plop een kleine stekker, bij wijze van spreken. Nee, het is echt een klepje om ruitenwisselvloeistof te vullen. Hoe apart wil je het hebben? Zo, het polijstwerk zit erop.
Rest mij alleen nog morgen ontvetten voordat de coating erop kan. Aanbeland bij de volgende dag. En we gaan ontvetten met... Ja, doe maar. Daar komt ie. IGL Precoat. De basecoat. Ik begin eerst met maar even met het dak, dat is handiger. Want hier zijn nog twee deeltjes plaatdelen, inclusief de spoiler. Zo, motorkap. Zo, het laatste deeltje staat in de coating. Ik kan het een aantal minuten drogen en dan uitpoetsen. En dan wachten totdat we een aantal uurtjes verder zijn voordat de tweede laag erop kan, de topcoat. Mooie auto. Eerste laag zit erop, kan een aantal uurtjes drogen en dan de topcoat. Tot zover. Voor ronde 2, het andere groene flesje met het witte etiket in plaats van het zwarte. Dit is de topcoat en we beginnen weer net als de vorige keer bij het dak. De EQS 580 staat in de coating op één deeltje na en dat is de voorbumper en de voorgril. Die doe ik nog wat doen, maar goed, dat is een andere afsluiting van de werkzaamheden. Dus ik maak nog alleen even de bumper af en dan is de EQS klaar. Kan de coating drogen, voor de rest drogen en dan morgen maak ik de laatste zaakjes af.
Ik heb inderdaad de laatste zaakjes afgemaakt. De voorruit in coating gezet. Bandjes gedaan. Velg in de wielprotector gespoten. Nog even uitgestofzuigd. En de EQS is klaar. Ik kan terug naar de eigenaar. Wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je de volgende keer. Ciao. Oh, en je krijgt natuurlijk uiteraard van mij nog het bekende rondje van de zaak.